Tijdens de feestdagen proppen we heel wat eten naar binnen. Ik kijk samen met MDL-arts Marco Bruno wat een gemiddelde Nederlander zoal eet op oudjaarsavond. Daarvoor gebruiken we deze kom. Zullen we gewoon lekker makkelijk beginnen met een frietje? Lijkt me heerlijk. Ja, oudjaarsavond, dus we gaan ervan genieten. Dit stelt de maag even dit voor. Dit is de maag, ja. Dan gaat dit allemaal naar binnen toe. De maag gaat zijn best doen. Ja, wat de maag dus doet, is een beetje dit. Hè. Die gaat het allemaal zo een beetje mengen en kapot maken. Dat ziet er echt niet uit. Maar dat geeft niet, want we gaan gewoon lekker verder eten. Begin je al vol te raken? Wil je het eerlijk weten? Ja. Ja? Wel een beetje. Ja. Wel een beetje. Ik ook, als ik dit zie wel. Wel een beetje. Het is wel ongelooflijk, hè? Het is echt ongelooflijk. Ja. En dat moet allemaal vanuit je maag richting je dunne darm. Maar is het nou... Als ik het zo zie, dan denk ik van, dit kan gewoon niet. Maar dit past dus daadwerkelijk gewoon in mijn maag. Dit is veel. En je moet je voorstellen, natuurlijk gedurende het eten... want we hebben nu eigenlijk gegeten van een uur of 6 tot misschien wel 2 uur 's nachts. Dat zijn een aantal uren. En in die uren komt het natuurlijk allemaal in je maag... maar er gaat al wat door richting de dunne darm. Dat is een soort continu proces. Maar je maag normaal gesproken is vrij klein. Dat is misschien maar een liter of zo wat daarin zit aan wat maagvocht. Maar als je je best doet, dan kan daar wel 3 tot soms 4 liter in... Maar dan ga je je wel echt verzadigd voelen. Dan ga je vol voelen. Dan krijg je een gevoel alsof het ademen wat lastiger gaat. En je wordt ook vaak een beetje moe. Want ja, weet je, alle energie gaat richting je darmen, de bloed en dergelijke. Dus lekker eventjes zitten of een oogje dicht doen. Heerlijk. Maar stel, ik maak het echt extreem die avond. En ik blijf dooreten, want ik bedoel, de avond is nog jong. En ik eet meer dan die 4 liter. En dan? Ik denk dat je dat niet lukt, eerlijk gezegd. Want gelukkig, het lichaam zit toch wel zo in elkaar dat je een verzadigingsgevoel krijgt. En vaak als het gezellig is en als het feest is, dan ga je wat verder dan dat je normaal zou doen. Maar de meeste mensen, die stoppen een keertje. Ja, als je het heel extreem gaat doen, het kan uiteindelijk maar een paar kanten op. Het kan de goede kant op, richting de dunne darm, de dikke darm. Maar het kan natuurlijk ook de verkeerde kant op en dan word je heel erg misselijk en dan ga je braken. Maar dat lucht sommige mensen dan natuurlijk wel op, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. En er zijn natuurlijk allemaal van die hele enge verhalen dat het helemaal niet goed gaat. En dat bij wijze van spreken de maag kapot gaat. Dat is echt reëel, dat kan. Ik zou zeggen, bij gezonde mensen is dat eigenlijk niet reëel. Maar het is wel degelijk beschreven. Het kan, maar dat zijn mensen met vaak psychiatrische afwijkingen en zeldzame ziektebeelden. Waarbij ze letterlijk en figuurlijk, wat we eigenlijk net bespraken, je raakt verzadigd. Die mensen voelen dat niet, dus die blijven maar dooreten. En theoretisch is het dan mogelijk dat je maag kapot gaat. En nou, de feestdagen die komen eraan, kerst, oud en nieuw, noem maar op. Wat geeft u nou een paar tips voor alle mensen? Nou, vooral, het moet heel gezellig zijn. En bij die gezelligheid hoort natuurlijk ook gewoon lekker eten. En dat is nou niet altijd meteen het gezondste eten. Natuurlijk, als je je best doet, kun je best heel gezond, gezonde voeding vinden voor kerst en voor oudjaar. Maar ik moet je eerlijk bekennen, dat is ook niet wat ik doe. Het is een gezellig feest. Toch proberen een klein beetje te matigen, op je lichaam te letten. Niet te veel tegelijkertijd te eten. Te verdelen een beetje over de uren. En ja, luister naar je lichaam. Op het moment dat je je verzadigd voelt, geef daaraan toe. Wat misschien ook nog wel verstandig is, is niet te veel koolzuurhoudende dranken drinken. Want die blazen natuurlijk je maag en ook je darm extra op. En dat geeft dat extra gevoel van verzadiging. Ja, en misschien is dat niet helemaal mogelijk, maar soms is het ook wel heel even lekker om je terug te trekken. En gewoon eventjes een beetje bij te komen. En na een uurtje dan ben je weer lekker een beetje bijgetrokken. En dan ga je weer terug naar de festiviteit, naar het feest. En dan gewoon lekker dooreten? Gewoon lekker dooreten, ja. Maar altijd met een beetje beleid. Altijd een beetje beleid en blijven genieten natuurlijk. Ik wens iedereen alvast hele fijne feestdagen en een heel gezond 2019. En ik zou zeggen, blijf genieten. Eens gelijk.